Welkom. Dank je. Dat is mooi. Dank je wel. Wat jullie hebben gespeeld. Wat, wat was het precies? Dat was het stuk O Magne Pater, O Almachtige Vader, O Grote Vader, uit uh, de dendermonde -codex dus van Hildegard van Bingen. Ja. Het is het eerste stuk dat in dat manuscript staat, het eerste muziekstuk dat erin staat. En het is eigenlijk een soort, uh, een soort gebed, een afsmeking, waarbij dat we door de naam vader te noemen, al een deel van dat, van dat smeken uh, gedaan hebben. Ja. Wie was Hildegard von Bingen? Waar, waar kwam ze vandaan en, en uh, waar hield ze zich allemaal mee bezig? Want het was nogal een bijzondere dame. Ja, een bijzondere dame. We weten natuurlijk niet, uh, we hebben haar niet persoonlijk gekend. We hebben <laughs> niet echt... Uh, afbeeldingen of zo van haar. Uh, er is relatief weinig over bekend, maar toch zijn er een aantal biografen. Ze heeft ook een aantal autobiografische notities gedaan, dus we weten er wel iets van. Mm -hmm. En dus uh, zij is uh, geboren 1098, dus net op de valreep van de 12e eeuw. En uh, in, een, in een groot gezin, een adellijk gezin, uh, tien kinderen. En zij was het tiende kind. En zoals dat wel meer ging in die adellijke wereld, dan werd een minstens één van de kinderen voorbestemd om eigenlijk in het klooster te gaan. Mm. En bij haar was dat zelfs heel vroeg. Uh, op achtjarige leeftijd al is ze eigenlijk uitgeleend aan een uh, klooster in de buurt van de bocht van de Rijn ter hoogte van Mainz, uh, de Dizibodenberg. En daar is ze, ja, de bronnen verschillen, maar ze is misschien min of meer Opgesloten samen met een kluizenares, zullen we maar zeggen. Ja. Heeft een relatief besloten leven geleid, enkele decennia lang. Maar moet toch al wel allerlei kennis en ook mensenkennis wellicht vergaard hebben. Want tegen dat ze zo ongeveer 40, 50 jaar was. is ze ook zelf abdis geworden. En is ze ook met haar, met haar kennis en met haar wijsheid. maar ook met haar muziek beginnen naar buiten te komen. En dat heeft ze enkele decennia volgehouden, want ze is behoorlijk oud geworden, gestorven 1179, dus 81-82 ja. jaar geworden. Ja. En dus naast haar muziek heeft ze ook heel wat geschriften overgeleverd, waaronder ook heel wat getuigenissen over de natuur. En het is zelfs opvallend dat alles wat ze bijna. Fenomenologisch bekeken in de natuur, mm -hmm. dat ze dat beschreef zonder al te veel zich te bekommeren om het verhaal over de schepping, bijvoorbeeld. Dus dat ze dat behoorlijk droog, bijna natuurwetenschappelijk probeerde te vertellen. Nu, waar ze nog naast haar muziek het meest voor bekend is, dat zijn eigenlijk haar visioenen, de skivias. Ja. Mm -hmm. um, mythische teksten, teksten die behoorlijk hermetisch, behoorlijk gesloten zijn. Mm -hmm. En waarvan eigenlijk een klein beetje een, een distillaat uh, in haar muziek uh, overleeft. Ja. En um, klopte het dat, dat uh, hele belangrijke uh, mensen, leiders in andere landen, van het bestaan van Hildegard afwisten? Absoluut, want dat is nog iets dat we aan haar biografie kunnen toevoegen: namelijk dat ze veel brieven geschreven heeft, mm -hmm. soms in een echte correspondentie, dus dat zelfs pauzen, keizers, Kijk. belangrijke personen in de westerse christelijke wereld haar wisten wonen en haar. Om advies vroegen. Mm. Maar soms ging het ook andersom. Dat ze vond dat ze iemand moest waarschuwen. waarschuwen hè? Dus een, ze stuurde dan een brief uit met een, een waarschuwing. Zo van, ik vind dat je te veel dit. Of ik, ik denk dat je... Ze was altijd wel ergens nog voorzichtig. Ook al heeft ze in haar leven regelmatig uh, amok gemaakt ja. met haar uh, superieuren. Het lijkt me heel uitzonderlijk dat in die tijd uh, vrouwen uh, componeerden. Tenminste, voor zover, dat, voor, voor zover we dat weten... Um, wat zij schreef, bijvoorbeeld de symfonieën van, van de voor de Hemelse Han... Revelatie, ja. dat is ook voor nonnen geschreven. Ja. Dus bleef dat dan ook uh, binnen de, de muren van het, van het klooster? Dat is een goede vraag. En we weten het niet goed, maar. Uh, ja, dus ten eerste, zij schreef eigen uh, muziek, mm. eigen tekst, bedoeld voor haar eigen gemeenschap. Daar moeten we van uitgaan, dat is, dat is het vertrekpunt. Maar toch was zij zowel als uh, visionaire, als uh, wetenschapster, maar ook als muzikant dusdanig bekend, dat men van heide en ver op zoek ging naar wie is die figuur en kunnen we daar iets van bekomen. Ja. Zo is er een, een, een klooster dat vandaag de dag in, uh, in België ligt... Het is nu een ruïne, maar goed, het is uh -huh. een Belgisch grondgebied, uh, in Villers. En die kenden de reputatie van Hildegard von Bingen. En die hebben haar gevraagd, mogen wij wat muziek van u ontvangen? Mm. En uh, Hildegard heeft gezegd, goed, ik zal u uh, een verzameling van mijn muziek sturen. En zo is er dus een tijdens het leven van Hildegard von Bingen nog een manuscript met haar muziek in een nu Belgisch klooster terechtgekomen. En... en uh... De Dendermonde Codex. Ja. Dat, is dan dat, is die. En, dat is die. Dat is die. En ja. uh, nou, ik, we, we hebben u natuurlijk eigenlijk gevraagd: kunt u een replica meenemen? Of een Maar dat, is, ja. dat, dat ligt allemaal heel gevoelig. Maar hier, dat snap ik ook. Hier um, zien we wel dat handschrift. Ja. Wat, wat, wat kunnen we hieruit. Afleiden. Wel, het is een, een, een typisch handschrift dus dat op perkament gemaakt wordt. Mm -hmm. Het is waarschijnlijk van het midden van de 12e eeuw. Mm -hmm. uh, dit is de afbeelding van het begin van het manuscript... met hier vooraan de O Magne Pater, wat mm -hmm. je dus daarnet gehoord hebt. Mm -hmm. En uh, wat er heel typisch en, en normaal ook aan is... dat is, je hebt de tekst. Boven de tekst staat er een notenbalk, ja. meestal van vier lijntjes, maar er is één lijn dominant. Dat ja. is die rode lijn die ja. je overal ziet verschijnen. Ja. En dan. Rond boven, onder die rode lijn en dus op de vier lijntjes die samen de notenbalk vormen, mm -hmm. krijgen we eigenlijk wat men noemt neumen, dus tekens die de noten vormen. Ja. En dat is nog een overblijfsel van hele oude neumen die niet veel meer waren dan een, een aantal accenten boven de tekst. Denk ja. aan het Franse woord élève bijvoorbeeld, een accent aigu ja. omhoog. omhoog, een accent grave. Omlaag. En ja. dat, dat zijn tekens, dat zijn neumen die hier ook boven die tekst zo geschreven staan. Ja. Maar daar een beetje preciezer wat de noten betreft. Ja. Dus een, een, een bepaalde krul zal naar beneden gaan, een andere krul omhoog ja. zal dus de melodie doen stijgen. Ja. Over omhoog gesproken. Daar had Hildegard van Bingen wat mee. Ja. Wat kunt u ons daar kort over vertellen? Wat was haar, haar, nou, haar fascinatie? Of misschien waar, waar, waar kunnen we dat? Ja, ik denk dat we in de eerste plaats moeten kijken naar ja, die hemelse hiërarchie. Dus mm -hmm. ze keek naar, naar, naar boven, naar de hemel, naar God de Vader, maar ook naar alle figuren, zal ik het even kort noemen, mm -hmm. die daaronder zitten in een grote hiërarchie. Mm -hmm. uh, maar ze nam dat soms ook heel letterlijk. Zei, zij beschrijft eigenlijk hoe ze opkijkt naar de zon. Dus zeer ongezond. Niet in de zon kijken, alsjeblieft. Maar kun je dat horen in haar muziek? Ja, eigenlijk wel. Zij heeft heel vaak de neiging om in haar muziek te beginnen met een bepaalde sprong. Oké, dat is al een aanzet. Dan cirkelt ze rond die bovenste noot. En dan gaat ze nog een stapje hoger. Dus da twee twee sprongen gehad met di Ja, di di nog omhoog, nog een trapje hoger en dan daalt ze rustig En En dat is een handelsmerk van de van van di von Bingen eigenlijk. Prachtig. Um, nou, u gaat, jullie gaan zo meteen nog een stuk voor ons spelen. Uh, heel kort, waarom 14 CD's? Want dat is het plan. Ja, dat is het plan. Wel, de Dendermonde Codex, dat dat, dat manuscript dat in België terechtgekomen is, ja. is uiteindelijk in, de abdij, in, in een abdij in uh, Dendermonde terechtgekomen. Daarom heet het ook Dendermonde Codex. En het bevat 57 CD's. Nummers, zal ik maar zeggen, van Hildegard von Bingen. Dat is bijna haar volledig uifere. Mm -hmm. Het is maar één ander manuscript waar nog meer in staat, mm -hmm. in Wiesbaden. Maar dus bijna alles van Hildegard staat eigenlijk in dat ene manuscript. Mm -hmm. Waarvan er twee zijn op de hele wereld, uit haar wow. eigen tijd. En we hebben gewoon heel eenvoudig het plan opgevat om het hele manuscript uit Dendermonde op te nemen. En we beginnen bij het eerste stuk, op deze cd... Uh, first Hour, het eerste uur dat we... Van Hildegard. Uit, ja. Ja. Maar dit is het begin van de nieuwe reeks. Het ja, ja, ja. is een iets oudere cd. Ja. Um, en maar het moeten er veertien worden. Ongeveer veertien, omdat we dus voor de 57 stukken... van die 57 stukken hebben we maar vier stukken gebruikt op die eerste cd. We doen ja. het heel uh, rustig aan... Uh, er wordt relatief traag gezongen, er zijn geen toeters en bellen. Het is vrij meditatief, maar niet te veel, laten we zeggen, de New Age-sferen in. Dus vrij droog, maar ook met al datgene wat er eigenlijk bij hoort gezongen te worden, zoals het reciteren van ja. een psalm bijvoorbeeld. Misschien wel zoals het ooit bedoeld was. Ik denk, we, we mogen hopen van wel. Ja, we gaan naar jullie luisteren. Dank u wel, Hendrik. Bedankt.